Dag beste kikkers, welkom bij de 19e aflevering van Sassendonk TV. Vandaag gaat Hans op bezoek bij het jaarlijkse Sint-Johan Carnaval, georganiseerd door de Eiluvers. Nou, Wiegand, je bent er weer. En ditmaal in de biertom bij het Sint-Johan Carnaval. En ja, dat belooft een topavond te worden. Ik heb gezien artiesten en natuurlijk onze huisband ook, hè, Le Bombardon. En wederom, ik ben helemaal alleen. Vriend die Bart zit nog steeds in Amsterdam. Dus, met Minasi. Met Jesse van Gert nog steeds. Ja, daar zullen we niet meer alleen over afspreken. Leen terugbrengen. Niet terugbrengen, kost me dat veel geld. Zo doen we dat maar. Maak nu een buddy speciaal voor Bassen. Maar wie gaat? Zullen we naar binnen gaan? Kom maar, die gaan. Oké, ik ga met. Oh, dit is gezellig. Het is 7:30, want we willen graag op tijd beginnen. Dus als de bombardon zo ver is en de hoogheden staan klaar, dan wil ik eigenlijk vragen aan de bombardon om te starten en zo langzamerhand hier door de zaal heen te komen. Mag ik uw aandacht? Prinsenbos met zus en zoon en jeugdprins Indy met adjutantjes Romy en Nora.
ereleden, leden van verdiensten, IJleuvers, Sassendonkers, beste mensen. Van harte welkom hier bij het seniorencarnaval. Het seniorencarnaval nieuwe stijl zou ik haast zeggen, maar dit doen we al een jaar of drie. Dus het is het mooiste feestje voorafgaand aan het carnaval en dat is het seniorencarnaval. Alaaf! Het seniorencarnaval, het is iets wat al een lange traditie kent binnen de IJleuvers. Want wist u dat 50 jaar geleden, dat is al bijna senior tegenwoordig, dat 50 jaar geleden voor het eerst seniorencarnaval, of zoals het toen heette, bejaardencarnaval, gevierd werd in Zwolle? Wij, Prinses Indy, prinses van de IJpiepers, jeugdprinses van de IJleuvers en stadsjeugdprinses van Sassendonk. Samen met onze adjudanten Romy en Noora, wij groeten nu. Alaaf! 3, 2, 1, alaaf! Als wij jullie dit seizoen ergens tegenkomen, dan groeten we elkaar dus met het dep alaaf. En we houden jullie goed in de gaten, want we filmen alles. Alaaf! Wat het leuk is, carnavalsvloggen doe je met Prinses Indy 1. Laat maar zien hoe het doet iedereen. Alaaf! IJleuvers, Sassendonkers en voornamelijk senioren. Wij, Prins Sebastian I, Prins de IJleuvers en Stadsprins van Sassendonk, samen met mijn adjudanten zus en zo, wij groeten u. Alaaf! We gaan elkaar vast en zeker tegenkomen in Sassendonk en ik hoop met u dat u ook de gelegenheid krijgt om het Sassendonk te gaan beleven. En promoot dan ook het mooie Sassendonk. Samen maken we carnaval. Alaaf! Het is rode wissel. De andere weken, hard moet je werken, ja dat doen de meesten. Maar in het weekend, dan mag je feesten. Nou, dan is nu even tijd voor de uitreiking van de orders. Wordt toegekend aan als volgt: de orde van dienst in zilver aan Gerrit Broekhart, Frans Eikelkamp, Ingeborg Evenblij, het gemeentelijk evenementenoverleg Zwolle Opgedoog, Gios Kortberg-Gezicht, Lucia Koensier, Martijn Meijenhorst, Timothy. De orde van verdiensten in goud voor Michelle Roer, Rob Jans, Wendy Koussier, carnavalsvereniging de Oerentoeters en Alfons van Vilsteren. Ridder in de orde van onze IJmeroer Eddie Metzink en commandeur in de orde van de zilveren IJmeroer Jan Volkers. Ik zit hier bij een beroemd Zwolles duo aan de tafel, Hans Hubbers en Cornete Marinov. Ook nog allebei vorsten geweest, of prinsen geweest bij de IJleuvers. Maar ze hebben natuurlijk een act, die staat altijd achter de tent. En daar willen we eigenlijk wel eens even wat meer over weten. Nee, ik begin even bij Cornete, het verste weg. Cornete, wat is dat eigenlijk precies? Nou, laten we even vooropstellen dat het geen act is. Dit is gewoon real life. Hè? We spelen het niet, dit zijn wij. Wij zijn de P10. Officieel heten wij het gebruikerscollectief van de P10. Want de P10 is gewoon de naam van een oude bouwkeet die we hebben gekocht. We hebben aangekleed als een soort bar. En iedereen met carnaval is welkom om daar even een biertje te komen halen. Ja?
Nou, eigenlijk iedereen wel, ja. Als ze zich een beetje gedragen, carnavalestijd. Oh, Batsen niet. Batsen, nee, die komt er niet in. Nee, nee. Maar het is niet wij met z'n tweeën, hoor. Het zijn een hele club. Ja. Toen we ermee begonnen was het geloof ik wel een club van een man of 20. Maar hoeveel hebben we er nou al? 9 mensen draaien we die cape mee. Ja. Dus, dat is het. Oké, maar buiten het feit om dat jullie dus die P10 hebben, doen jullie ook nog andere dingetjes? Ik ken Carné ook nog, alleen ik weet niet of Frans daar ook bij is van muziek maken in het, bij de Izala. Ik weet niet of jullie dat doen als de Haco's, maar jullie zijn ook bekend, denk ik, in Zwolle als de Haco's. Duo de Haco's. Duo, de duo, want we zijn met z'n tweeën namelijk. Ja, ja. En dat S'je erachter, dat is dan dat je weet dat het er meer zijn. Duo 2 en die S, dat is dan Duo de Haco's. Ja. En niet alleen in Zwolle. Ach man, door het hele land, buitenland. En België, Duitsland, ja. We komen overal. Ja. België, Duitsland, ja. Eerlijk. Hartstikke beroemd. En nu in de Bierton vanavond. Man, dus dat is wereldberoemd in Zwolle. Ja. En omgeving. En omgeving. En dan nu net vanavond onderscheiden met de medaille in zilver. Ja. Hoe trots zijn jullie? Ontzettend trots. Kan maar janken, eerlijk waar. Eerlijk waar. Zo'n mooie plak, jongen. Zo'n mooie medaille. Wie heeft die nou niet? Wie heeft die dan wel? Wij wel. We hangen hem ook in de P10, hè, want hij is voor de hele P10. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Het was een zeer emotioneel moment. En ik heb het droog kunnen houden, maar dat komt omdat wij ook professioneel artiesten zijn natuurlijk, dat snap je wel. En dan kunnen we dat soort emoties redelijk onderdrukken. Maar het kost me wel moeite, dat moet ik er wel bij zeggen, ja. Ik stond ook onder aan het podium en ik zag ook inderdaad wat glazige oogjes bij jullie. Dus zo'n onderscheiding van de oud-vereniging van jullie. Oud-vereniging, zijn jullie trouwens nog lid van de vereniging? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja. Nog steeds. Ja. Volledig, ja, zeker. Absoluut. Ja. Maar niet meer in pak? Ook in pak, maar vanavond, omdat wij toevallig ook nog als duo de Haco's moeten optreden hier bij het seniorencarnaval, hebben wij niet het vorstenpak aan, maar het duo de Haco kostuum. Het Haco pak, ja, meestal zijn we wel in pak, ja. Ja, maar nu dan in Haco pak. Ja. Nou, voordat het erg emotioneel wordt, ja. Ik bedank jullie wel. Ik vond het leuk even, dat mensen nog even weten van wie duo de Haco's zijn. Ja. Duo en de S, dat het er meerdere zijn, dus duo en Haco's. Ja. Ja. En een duo is, hè? Een duo is. Toch? Het woord duo is enkelvoud. Ja. Anders zeg je duo's, dan heb je meer dan één duo, dat kan niet goed zijn. Nee. Kijk, dat is het niveau. Dus ja. Nou, ik hoop dat Wieger er wat van kan maken. Ja. Gert sowieso wel, dat hebben jullie vanmiddag al gezien, jullie filmpje staat al online. We hebben een kwartier 187 keer bekeken. Dus, mooi. Ja, geweldig. Ja, haalt de 500-600 ook nog wel. Jongens, bedankt. Graag gedaan. Succes vanavond met het optreden als duo de Haco's. Dank je. Kom helemaal goed. Maak er wat van. Daar zitten we weer. We hebben er weer een kunnen scoren voor een klein interviewtje. Hij was bang dat hij de tijd ervoor had, dus dat gaan we maar even doen. Ik zit nu naast de heer Jaap Haagdoorn, voorzitter van CV de Eilers. Jaap, hoe lang ben je al? Ik mag Jaap zeggen toch, hè? Jij wel, meneer Platje. Jaap, hoe lang ben je al voorzitter en wat deed je daarvoor, ook al in de carnavalsvereniging? Of? Ik ben voorzitter sinds 2008 volgens mij. Daarvoor ben ik nog een half jaar vicevoorzitter geweest en daarvoor meelevend lid. Meelevend lid, maar ik denk dat de meeste mensen je kennen vanuit de gemeente. Dat zou maar zo kunnen. Nou, ik weet het wel zeker. Wat de meeste mensen misschien ook niet weten, dat je bent ook nog een goed heiligman op de maandag van de carnaval. Niet alleen. Dat klopt. Ik ben kardinaal van Assendorp op de carnavalsmaandag. En dan ben ik inderdaad niet alleen, want dan ben ik met mijn oud-collega's. Dan heb ik het over een paus, een hulpbisschop van Onze Lieve Vrouw Basiliek, een groene bisschop, een bisschop van Harculo. En ik heb een nieuwtje voor carnavalsvierend Zwolle. Wij zijn ver vooruit bij de katholieke kerk. Want dit jaar gaan wij, let u God goed op, ga zitten, hou u vast. Wij gaan een dame introduceren. Nou is het even stil.
ik als katholiek zijnde ben inderdaad heel even stil. Maar je had het iedere keer over een bisschop van dit en een kardinaal van dat. Maar er zitten natuurlijk ook namen aan verbonden. Oh ja. Zonder dat wij natuurlijk de naam van de dame nog gaan onthullen. Gaan we niet onthullen. Nee, dat doen we pas op Canvas maandag. Maar de andere heiligheden. Dan heb ik het over monsieur Petrus Pot. Ik heb het over monsieur Gerardus van Dorenmolen. Ik heb het over paus Johannes de, ik zeg het even zo uit mijn hoofd, de 34ste ongeveer. En ik heb het over monsieur Berends uit Apeldoorn. En dat is natuurlijk een illuster gezelschap. Jullie gaan denk ik altijd eerst de zegen geven aan het carnavalsconcert. Van daaruit trekken jullie eventjes naar... We beginnen nog eerder, als ik mag onderbreken. We beginnen nog eerder, we geven altijd eerst even de zegen aan het stedelijk bestuur. Wij verzamelen namelijk op carnavalsmaandag altijd eerst op het stadhuis. Dan zegenen wij het stadsbestuur en gaan daarna op pad naar het carnavalsconcert. Dan weten zij zich ook gesterkt door onze zegen en dan weten ze ook dat het goed komt. Nou ja, dat blijkt dus al die jaren al wel dat het goed is gekomen. Is en daarna begeven jullie naar Bloks, alwaar de onthulling is van de Gouden Klinker altijd. En van daaruit, wat gaat er dan gebeuren? Gaat dan ieder zijn weegs naar zijn kerk of apostoliaat? Nee, dan gaan wij toch nog even verder met elkaar. Je moet zich voorstellen, dan hebben wij we hebben een concilie. Dus dat betekent dat we dan toch in gezamenlijkheid, totdat een ieder gedwongen door nood zich huiswaarts begeeft. Maar we gaan nog even de stad in, om zeg maar ook ons onder het gewone volk te begeven. Nou, dat is dan, ik ben blij met zo'n scoop natuurlijk. Kijk, dat krijgen we alleen maar als Batse er niet is, scoops. Batse die had van, wij hebben scoops, maar... Ja. Die heeft er nooit in en nou hebben wij er een. Wat ze scoopt? Ja, wat ze die scoopt, ja. Mijn jassie. Maar zo'n avond als dit, heb je daar enige bemoeienissen mee? Of heb je daar een speciale, zoals wat de Eileuvers, wat we gewend zijn, commissies? Ja. En als voorzitter zijn, dan mag je alleen maar de orders uitreiken? Ik mag openen, ik mag de orders uitreiken en ik mag vooral stilzitten en mooi zijn. Nou, dat is niet zo moeilijk voor mij, dat weten jullie wel. Maar nee, er zit een hele commissie achter, meerdere commissies eigenlijk moet ik zeggen. Het is natuurlijk een commissie die alles organiseert op zo'n avond. Die staat onder leiding van Vorst Fit, een van de oud-stadsprinsen van Zwolle. En die heeft daar een aantal mensen rondom zich heen verzameld om hier een fantastische avond van te maken. En vergeet niet ook de versieringscommissie, die zeg maar ervoor zorgt dat hier een prachtig versierde zaal is. Dus er zijn, nou ik schat maar zo in, 20, 25 mensen bezig met deze avond. En die doen dat goed, dus daar moet je je als voorzitter ook vooral niet mee bemoeien. En dan wil ik je bedanken Jaap voor een kort interview. Dan weten de mensen ook eens wat de voorzitter van Eilers nog meer doet. Nou, niks dus, dat heb je gehoord. Bedankt. Dankjewel. Nou Wiegel, dat was je weer. De gezellige avond, georganiseerd natuurlijk door de Eilers, het seniorencarnaval. Ik hoorde vanavond van meneer de voorzitter, vroeger was het bejaardencarnaval. Was misschien ook wel eens voor jullie geweest, samen... Dus tweetjes, hè. We hebben in ieder geval een leuke avond gehad. Gert, die probeert er weer wat moois van te maken. Ik hoop dat je er wat van kunt maken. En dan kom je op Uza. Wiegel, tot de volgende keer. Nou, beste mensen. Dit was het dan weer. Tot de volgende keer.